Het is voor het eerst in jaren dat de 15-jarige Maher zich veilig voelt tijdens het offerfeest. Dat was in zijn land Syrië wel anders. Vijf, nou ja, een moot, ja, niet heen. Maar, ja, in Amerika, van Damascus naar Den Helder. Zijn vader kwam 13 maanden geleden als eerste aan, na onder meer met een bootje de Middellandse Zee te zijn overgestoken. Nu, een jaar later, is het gezin herenigd en samen met 600 andere vluchtelingen uitgenodigd voor dit offerfeest. Want ze zijn gewend ook om in hun land van herkomst dit soort dagen te vieren. En we vieren het vandaag met hun. Verhaal op zot, yani. Nou, zal ik jou. Het is gebruikelijk dat moslims tijdens het offerfeest een deel van hun ingekochte vlees doneren aan arme mensen. Dit jaar doneren veel moslims aan vluchtelingen. Zoals hier in Amsterdam-Oost. Een paar honderd kilo vlees wordt hier opgehaald. Er worden de komende dagen maaltijden meegekookt en geserveerd aan vluchtelingen. Wij gaan een paar keer voor hun gewoon feestelijk koken. En zij mogen gewoon met z'n allen gewoon komen, gewoon eten en genieten gewoon. Het merendeel van de vluchtelingen die de laatste tijd aankwamen komt uit een islamitisch land. En dat brengt Nederlandse moslims in actie. Alles wat vandaag georganiseerd is, is gebeurd met opgehaalde geld van donaties, van Facebook, familie, vrienden en kennissen. En er zit geen 1 cent van subsidie of overheidsgeld in. Dit hebben we allemaal gewoon zelf gedaan. Het gezin van Maher kan binnenkort het asielzoekerscentrum uit en gaat in een echt huis wonen in Den Helder.